Een oproep, mevrouw Hermans, VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. En inderdaad, de heer Omtzigt heeft heel veel voorstellen gedaan. En ik prijs ook en bewonder ook het punt wat hij net maakte over de zorgvuldigheid die we hier ook moeten betrachten. Zeker als het gaat om een aantal van de lastenverzwarende maatregelen die vandaag voorbij zijn gekomen. Maar ken de heer Omtzigt ook als een man van financiële degelijkheid en dat voorstellen die we hier doen ook netjes gedekt en onderbouwd moeten zijn. En nu diende mevrouw van der Plas net een motie in over het verhogen van het wettelijk minimumloon, het een beetje verhogen van het wettelijk minimumloon en dat te betalen uit de uitgaven. Ik wilde toch ook aan de heer Omtzigt vragen hoe hij dat beetje en die uitgaven precies duidt. Nou, bijvoorbeeld te geven, de externe inhuur bedroeg het afgelopen jaar 2,7 miljard. Dat voldoet niet aan de Roemenorm. Dat is ongeveer 14%. Als het aan de Roemenorm van 10% zou voldoen, dan zou daar 600 miljoen bespaard kunnen worden. De overheid is de afgelopen 5 jaar met 22.000 voltijdsbanen toegenomen hier. Een bevriezing daarvan zou echt wel zoden aan de dijk kunnen zetten in de uitgaven. Ik zal zo meteen nog een voorbeeld doen met de afdelingen voorlichtingen. Die zijn met 50% gestegen, van 6 naar 900. Dan heb je een pakket van een aantal honderden miljoenen en dan kom je in de buurt bij die 1% die mevrouw Van der Plas noemde. En die kost ongeveer 700 miljoen. Mevrouw Hermans. En als we nog een ander voorbeeld wat hebben, er zit een oploop van 9 miljard in de uitgaven van dit kabinet. Daar een keer zorgvuldig doorgaan is niet helemaal verkeerd. Mevrouw Hermans. Ja, voorzitter. Volgens mij, mevrouw Van der Plas, 1-2%. Dus dan hebben we inderdaad nog zo'n 700 miljoen nodig. Maar u noemde al een voorbeeld. Maar wat ik wil zeggen, dan hoort dat eigenlijk ook thuis in zo'n motie. Zodat zeker we dat overzicht hebben. Ja. En ja, dan komt er daarna nog een amendement bij het belastingplan of bij de begroting sociale zaken of op welke plek dan ook. Maar het is wel, als we hier straks de keuze moeten maken, straks moeten stemmen, dat je wel in die motie enige richting wil hebben. Ja. En dat is iets meer dan een beetje en het woord uitgaven. Zeker. Maar het was ook gewoon het signaal om aan te geven dat ik niet principieel tegen een verhoging van minimumloon ben, maar ik erg aanhik tegen de wijze waarop die gedekt werd. En dat is de manier waarop ik probeer die zorgvuldigheid hier terug in te krijgen. En als u volgende keer iets meer spreektijd geeft, wil ik dat ook best uitleggen. Nou, voorzitter, daar wordt even om gelachen. En sinds dit de laatste keer is van de AFB, ik ben hier gekozen met 350.000 voorkeurstemmen, met dik 5 zetels. En ik ben niet per ongeluk weggegaan. Iedereen weet wat hier gebeurt met 1 april. En er zijn hier allerlei mensen die hier gezegd hebben van, we praten nooit over personen. Nou, u heeft 2 hele vergaderingen over mij gehad. En het gevolg daarvan is dat ik met 1,5 medewerker, dat is de reden dat ik precies al die 80 moties niet helemaal door kan gaan. Want mevrouw Sylvana Simons bedankte niet voor niks voor haar 7 medewerkers. 4 keer zoveel. Het gewoon gedaan heb. En ik heb dat hier constant aan de orde gebracht. Ik doe het met de halve spreektijd, 1/4 van de medewerkers, en ik doe verschrikkelijk mijn best om al die voorstellen hier te doen. En als daar, zeker vanuit de huidige regeringspartijen, een beetje meesmuilend over gedaan wordt, dan heb ik daar een opvatting over. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Bikker, ChristenUnie. Ja, voorzitter, ik heb volgens mij altijd mijn waardering uitgesproken voor het vele werk dat de heer Omtzigt doet en ook wat hij daarmee aan de kaak heeft gesteld. En we trekken ook geregeld ook deze algemene beschouwingen samen op. En die waardering is er en dat respect is er. Het was voor mij alleen wel even de zoektocht als aan de ene kant wel zie dat er veel bevraagd wordt op wat de gevolgen voor de uitvoering zijn, wat de heer Omtzigt zeer terecht doet, dat ik dan ook wel terecht vind dat we ook bij moties die u indient of mede namens de heer Omtzigt worden ingediend, ook kijken wat betekent dat voor de uitvoering. Dus bijvoorbeeld als iets wordt gedekt uit het afschaffen van externe inhuur, waar ik in principe helemaal voor ben, want ik vind het heel goed dat we werk maken van een ambachtelijke overheid, waar je investeert in vakkennis. Maar we weten ook, als we van de een of andere dag de externe inhuur zouden afschaffen, dan is de Belastingdienst omgevallen. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus dan, eerlijk gezegd, is het, ik vind het heel terecht, het punt wat de heer Omtzigt maakt. Bedenk wat je doet. Daarom heb ik ook weken gestoken in de voorbereiding van deze dingen. Daarom rekenen we ons verkiezingsprogramma door, zodat we weten dat de dingen kloppen en wat de effecten zijn. Maar uiteindelijk is het dan altijd wel zo dat de maat die we neerleggen, moeten we dan elkaar ook durven blijven nemen. Dus hou mij scherp, zou ik tegen de heer Omtzigt willen zeggen. Maar dan andersom hoop ik ook dat ik de vraag mag stellen. Hoe gaat u het dekken? En nou ja, op dat punt van die wet minimumloon. Als we het omhoog willen doen, zal dat met een keuze zijn die ergens een beetje pijn doet. En dat moet je kunnen wegen. Dus ik kijk erg uit naar de uitwerking van de motie die dan bij de AFB of het belastingplan zal volgen. De heer Omtzigt. Voorzitter.
Ik heb niet gezegd dat er geen externe inhuur meer plaatsvindt. Ik heb gezegd dat er externe inhuur plaatsvindt volgens de norm, volgens de maximumnorm, die de Kamer heeft aangegeven. En alleen al naar die maximumnorm toe gaan, natuurlijk moet er af en toe ICT-capaciteit ingehuurd worden. Niet alleen bij de Belastingdienst overigens, er zijn wel wat andere ministeries die dat moeten inhuren. En alleen al naar wat je boven die norm zit, daarmee kun je het minimumloon al bijna met 1% verhogen. Dat is de overshoot die daarin zit. Dus hij heeft het voldoende nu uitgewisseld, denk ik, over die motie. Dus volgens mij was het nu, even kijken, mevrouw Van der Plassen en dan mevrouw Hermans nog. Ja, want ik wil de heer Omtzigt van harte steunen voor wat hij zojuist hier heeft gezegd. Kijk, dat ze mij uitlachen, dat vind ik allemaal prima en dat mag. Maar dat hier ons beste Kamerlid echt gewoon knetterhard werkt met een heel klein team. En als er hier iemand in de Kamer kennis van zaken heeft en weet wat er met budgetten is en hoe regels en wetten in elkaar zitten, dan is het de heer Omtzigt wel. En ik hoop echt van harte dat de heer Omtzigt heel veel zetels gaat halen bij 22 november. Dat hij hier met een vol team kan zitten. Dat hij volle spreektijd krijgt. Dat hij zich volle bak kan storten op alle dossiers. En dat het een groot succes wordt. En ik kan u nu al vertellen, ik zie ernaar uit om heel erg goed met de heer Omtzigt te gaan samenwerken. Dank u. Mevrouw Hermans, VVD. Ja, voorzitter, ik hecht er toch aan even te reageren op een opmerking die de heer Omtzigt maakte toen ik net weer ging zitten. En zei dat wij, of de VVD of een voormalige coalitiepartij, besmuikt lachten om een opmerking die hij maakte. Ik wil heel duidelijk maken en vooropstellen dat ik zelf en de VVD-fractie heel veel respect heeft voor het werk dat u hier doet. In uw eentje, met inderdaad veel minder ondersteuning dan ik, dan die wij hebben bij de VVD-fractie. Maar dat neemt niet weg dat ik wel vind dat op het moment dat er een voorstel wordt gedaan wat mede door u wordt ingediend en wat in mijn ogen niet voldoet aan de manier waarop we hier voorstellen indienen, de verantwoordelijkheid die we hebben en die u mij ook altijd voor de voeten werpt, en terecht ook, als ik voorstellen doe of met dekkingsvoorstellen kom, dat ik daar wel vragen over mag stellen en dat niet per definitie uw antwoord altijd het daar direct mee eens hoeft te zijn. En als ik dan even glimlach, dat niet gelijk besmuikt lachen om iets is, maar dat het gewoon het constateren is van een antwoord dat u geeft waar ik het niet mee eens ben. En wat betekent dat ik deze motie op dit moment lastig kan wegen. Ik heb in het verkiezingsprogramma ook staan dat wij het wettelijk minimumloon willen verhogen. Daar heb ik nu niet een motie voor nodig om dat te ondersteunen. Dat komt op een later moment, als we ook de berekeningen van het CPB hebben. Dat vind ik relevante berekeningen en doorrekening namelijk. Om ook te zien hoe zo'n verhoging dan uitpakt in het totaal van voorstellen dat we als partij doen en ook hoe we dat gaan betalen. Dank u wel. Wat? Heel kort nog het laatste woord. Voorzitter, en dan gaan we naar mevrouw Kundehand. Voorzitter, dat snap ik. En daarom geef ik ook gewoon antwoord met een aantal mogelijke dekkingsbronnen rondom dat ding. Maar waarom ik dat zag, is dat ik een aantal leden meende te zien. Maar als dat niet zo is, dan is dat niet zo. Van toen ik zei van het is echt, ik zeg het u één keer, het is echt niet te doen om als Kamerlid te functioneren met een kwart van wat andere eenmansfracties hebben. Ik heb drie geweldige medewerkers, Welmoet Vlieger, Nicolien van Vroonhoven en Maatje Staly. Die zitten alles achter de schermen te doen hier voor mij. En die maken uren die niet binnen de arbeidstijdenwet vallen. En dan zeg ik het heel netjes. Maar ik kan het eigenlijk niet van ze vragen. En dat is wel het gevolg geweest van wat hier gebeurd is. En het feit dat 2 jaar geduurd heeft, dat betekent wat. Ik had echt wel gehoopt in de collegiale verhoudingen dat in de afgelopen 2 jaar een keer opgelost geweest was. Dank u wel, meneer. Voorzitter, ik zie 2 moties in. Ja. Ik heb nog 6. Maar bijna vergeten dat u ook nog moties had. Ik durf, hè? Nou, alles wat ik gezegd heb. De Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat het aantal FTE in de afdeling voorlichting van het Rijk met bijna 50% is toegenomen van 633 in 2017 tot 936 in 2023. Verzoekt de regering een nood van wijziging op de begroting in te dienen die tot een afname van 100 FTE in de komende 2 jaar leidt. Gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door de collega's Wilders, Marijnis, Van der Plas en Ouwehand. En overigens, hier liggen 10 amendementen onder die ik 2 jaar geleden op de begroting heb ingediend. Die kan de regering gewoon weer overnemen. En ik wil ze ook met alle plezier weer indienen.
De Kamer gehoorde beraadslagingen constateren dat de benarde situatie van zo'n 10.000 gezinnen nog steeds niet is opgelost en deze mensen nog steeds onder het bestaansminimum zijn, het bijstandsniveau inclusief toeslagen leven, van mening dat de verantwoordelijkheid van deze regering is om deze gezinnen te bereiken en te helpen, zoekt de regering deze gezinnen nog voor de behandeling van de begroting SZW aan te schrijven, in ieder geval die mensen die onder de toeslagenwet rechtstreeks aan te bieden om het inkomen aan te vullen tot het bijstandsniveau inclusief toeslagen gaat over tot de orde van de dag. Mede ondertekend door collega's Marijnis van Plas, Wilders en Houhand. Dank u wel, meneer. Laat ik de laatste. Omzicht. Dan geef ik het woord tot slot aan mevrouw Cunningham.